Beste kijkers en luisteraars, welkom bij dit interview dat we gaan hebben met de directeur van het kabinet van de president van de Republiek Suriname, de heer Eugène van der Sang. We gaan het hebben over een aantal issues, maar meer nog de kwestie waarbij recentelijk nog de groep gepensioneerden uit overheidsdienst een petitie heeft aangeboden aan meneer van der Sang. Meneer van der Sang. Ja, dank u wel. Heer Clifton. Ja, meneer Van der Sand, u heeft eerder in de week een petitie in ontvangst genomen van de BBGO. Kunt u ons daarover vertellen hoe het allemaal is gegaan? Ja, meneer Clifton. Het is namelijk zo dat de BBGO, wat zij hebben aangegeven, hebben op die dag een vergadering gehouden. En daar is een motie aangenomen. En op basis van die motie heeft men beslist om de inhoud van die motie in een petitie te vervatten en aan de president aan te bieden op diezelfde dag. Nu is het zo gebruikelijk dat wanneer je een petitie wil aanbieden aan de president, dat tenminste het secretariaat op de hoogte moet worden gesteld een dag daarvoor, zodat de president verwittigd kan worden, eventueel als de president niet in staat is, niet in de positie is, of niet aanwezig is om de petitie te ontvangen, dan doet normaliter de directeur van het kabinet van de president dat. Dus wat daar die dag is gebeurd, was geen novum. Het is de directeur van het kabinet van de president die ambtshalve, beroepshalve, op basis van zijn functie, petitie moet ontvangen bij afwezigheid van de president. En we hebben dat gedaan. Uiteindelijk, nadat de mensen zich hebben aangemeld, en u begrijpt al, ik zei het al, het was niet vooraf bekend, dus er was niks vooraf geregeld ook. De veiligheidsdienst moest hun werk doen en ze hebben die mensen tegengehouden. Op enig moment zeg ik dat en ik heb hem laten roepen en gevraagd wat er aan de hand is. Toen heb ik begrepen dat het de bond van belangenbehartiging gepensioneerden was. Toen heb ik gezegd, oké, dan ga ik de petitie ontvangen. En ik ben toen die petitie gaan ontvangen. Inmiddels is dat bekend. En ik heb dus bij het ontvangst nemen van de petitie, natuurlijk nadat de voorzitter de inhoud heeft voorgelezen, althans deels, heb ik dus op dat moment een gevoel die ik kreeg, waarbij ik vond dat de mensen bezig waren met een zaak die al bij wet is geregeld. En wanneer ik zeg wet, want de voorzitter heeft zo vaak gesproken over het staatsbesluit van 2015. En dit staatsbesluit is een wet. Wanneer ik zeg wet, dan bedoel ik een wet in materiële zin. En omdat het een wet is, en ik kende die wet, kon ik zeggen wat ik daar gezegd heb. Omdat een wet je in uitvoering moet brengen en je zou dus voorbereiding kunnen treffen om die wet in uitvoering te brengen. Dus ik heb dus aangegeven daar bij het ontvangst nemen dat ik natuurlijk ter bestemde plekken de petitie zal aanbieden en dat is bij de president. En dat ik alles eraan zal doen, me sterk zal maken om dat binnen een maand dat staatsbesluit tot uitvoering wordt gebracht. Oké, dat is de dag van ontvangst van de petitie. De mensen waren deels tevreden. Ik heb begrepen dat men is erop heeft gevallen dat men applaus heeft beoogst. Ik heb geen applaus gevraagd, maar dat gaf aan dat de mensen tevreden waren voor de wijze hoe althans dat gebeurd is. Oké. Daarna, de volgende dag, dat was donderdag, heb ik de petitie bestudeerd omdat de president uitstedig was. De president was vanaf dinsdag uitstedig en de president zou pas vrijdagavond in de stad terugkomen. Dus ik heb de petitie donderdag bestudeerd en naar aanleiding van de inhoud, ik zei u al, het ging om uitvoering van een staatsbesluit. Althans, dat was het belangrijkste binnen die petitie. Heb ik het bestuur van de bond
het bestuur, laat me het precies zeggen, het dagelijks bestuur uitgenodigd op vrijdag. Heb ik het dagelijks bestuur uitgenodigd en de voorzitter was er met vier mensen waren er. En ik heb dus de petitie behandeld met het bestuur van de bond. Omdat ik weet dat hoe binnen de overheidsstratie processen moeten worden ingezet om tot een goed eind te worden gebracht, heb ik vooraf contact gemaakt met de minister van Financiën. En tijdens de behandeling heb ik uitgenodigd om erbij te zitten de directeur van pensioenfonds. Omdat dat de actoren zijn die op dat moment van belangrijk zijn om tot afweging en besluiten te kunnen komen. Ik heb dus de petitie in behandeling genomen, althans in overleg met de bond behandeld. En wat daar gebeurt is, weet het bestuur van de bond. Wij zijn hier vandaag om aan te geven het vervolgtraject wat is gebeurd. Na die bespreking met de bond, inhoudelijk moet ik dan iets over zeggen, omdat tijdens de behandeling moest ik de zaak voor de bond natuurlijk toelichten, omdat zij een petitie hebben ingediend, ze hebben verwachtingen, ze hebben eisen, er is een wettelijke regeling, dus op basis van die wettelijke regeling was ik in staat om technisch de bond uit te leggen wat er nu gaat gebeuren. En toen hebben we dus dat behandeld. Waar het om gaat, het ging erom dat de gepensioneerden op basis van dat staatsbesluit, heet geen welvaartvaste pensioenuitkering. Dat staatsbesluit heet niet meer zo, voor de juistheid, laten we dat zeggen. Dat staatsbesluit was, dit is voor de eerste keer geregeld bij staatsbesluit in 2008. Bij staatsbesluit in 2008 was deze kwestie geregeld en toen heette dat staatsbesluit besluit welvaartvaste pensioenuitkeringen. Dit staatsbesluit is ingetrokken bij staatsbesluit van 2015 SB 1997. En in dit staatsbesluit is de basis verder gelegd voor een welvaartvaste pensioenuitkering. Evenwel heeft dat staatsbesluit om technische reden besluit aanpassing pensioenuitkeringen 2014. Zo heet dat staatsbesluit waarover we nu praten. En op basis van dit staatsbesluit, die rechten die hieruit voortvloeien voor de belanghebbenden, de betrokkenen, de gepensioneerden, hebben wij inhoudelijk de zaak moeten bespreken, omdat ik in planning had om technisch de zaak voor te bereiden om bij het bevoegd gezag dat te droppen. En waarom kon ik dat doen zonder vooraf te hebben? Ik heb afgestemd met de minister van Financiën en de directeur pensioenfonds was erbij bij dat gesprek. En waarom kon ik wel op eigen gezag technisch te beginnen de zaak inhoudelijk te bespreken? Omdat het gaat om een wettelijke regeling. Ja? Daarom kon ik op eigen gezag technisch de inhoud bespreken. Ik ben uitvoerder. Ik ben geen beleidsmaker, ik ben uitvoerder. Maar hierin zit het beleid. En ik ben uitvoerder, dus ik kon technisch de zaak beginnen te bespreken. Vooral in verband met het feit dat ik de mensen had toegezegd dat ik me sterk zal maken om zorg te dragen dat dit binnen een maand wordt uitgevoerd. Ik heb dus de zaak besproken en voor de duidelijkheid wil ik het deel wel vertellen, omdat uitvoeren van dit staatsbesluit heeft twee belangrijke factoren kanten.
namelijk een financieel deel en een technisch-administratief deel. Dat financieel deel is duidelijk. De overheid, met name de minister van Financiën, moet zorg dragen dat de middelen ter beschikking worden gesteld binnen overheidsfinanciën. En dat andere technisch deel is, het moet technisch kunnen worden uitgevoerd. En voor mij, als ambtenaar, als uitvoerder, is dat technisch deel belangrijker dan het financieel deel. Want al is het financieel deel ter beschikking, als het technisch niet correct kan worden uitgevoerd, dan hebben we een probleem. En bij het behandelen is inderdaad gebleken dat dat uitvoering ervan niet zonder meer zou kunnen plaatsvinden. Want, om kort te gaan, is wettelijk geregeld dat dat zodra de actieve landsdienaren een verhoging krijgen op basis van hun functie, ja, een verhoging krijgen, dus met andere woorden, hun bezoldiging, niet hun bezoldiging, hun salaris. Ik zeg bewust salaris, omdat bezoldiging is salaris plus emolumenten. En salaris is wat de functie waarin je zit, waar je voor betaald wordt. Dat is salaris. Bezoldiging is salaris plus emolumenten. En niet alle emolumenten worden meegenomen in je pensioengrondslag. Dus daarom is het van belang om dat helder te zeggen, te stellen. En het punt is, op basis van de verhoogde bezoldigingen die de actieve landsdienaren krijgen, dus om simpel uit te leggen wat hierin is geregeld dat de landsdienaren die inmiddels met pensioen zijn gegaan, ook aanspraak daarop maken. Met andere woorden, hun pensioengrondslag moet dan op dat moment worden bijgesteld op de nieuwe grondslag van de nieuwe bezoldiging van de ambtenaren, niet van de ambtenaren, van de functies waarin zij toen zij actief waren, hebben gediend. Let wel, dus hun bezoldiging moet aangepast worden gelijk als de ambtenaar die actief is in de functie toen zij actief waren, hebben gediend. Dus om dat simpel uit te leggen is zo. Als iemand hoofdpersoneelszaken was tijdens zijn actieve diensttijd en hij fungeerde in functiegroep 10 van FISO, en het probleem ga ik direct aankaarten zodat men dat begrijpt. En voor invoering van FISO fungeerde die persoon in functiegroep 12 van het ambtenarenbezoldigingsbesluit, dan moet nu bij deze actualisering de ambtenaar worden ingepast in het bedrag van de actieve ambtenaar die hoofdpersoneelszaken is en in functiegroep 10 FISO functioneert. Ja? Dus u begrijpt dat toen de man met pensioen ging, was het bedrag een andere. Daarvan, als hij 35 maximum heeft, dan heeft hij 70% daarvan. Nou, dat moet dus nu worden gecorrigeerd. Dus het is een kwestie van geld bijzetten, salaris bijzetten, maar ook een kwestie van inpassen in de juiste functiegroep. En daar is gebleken dat er wel een probleem daaraan kleeft. Omdat bij de introductie van FISO men niet heeft gezorgd dat alle functies die bestonden, werden ingepast in de nieuwe functiegroepen van FISO. U weet, FISO, de technische benadering van die twee dingen, verschillen hemelsbreed. Het ambtenarenbezoldigingsbesluit had een categoriale indeling. Je viel binnen een bepaalde categorie met een bepaalde, bezoldiging en bepaalde opleiding daar, functie-eisen daaraan gekoppeld.
Ja? Je viel in een categorie. Bij het ambtenarenbestuur, bij FISO heeft men dus een. Dus dit is ambtenarenbestuursbesluit. Ziet u, je zit in een categorie. En aan die, binnen die categorie heb je drie bezoldigingsgroepen: A, B, C. En bij elke bezoldigingsgroep heb je dus een val je binnen een categorie. Bij elke bevolkingsgroep is uiteraard dan het bedrag gekoppeld. En bij FISO is er geen categoriale indeling. Men heeft dus de functionarissen op basis van de functie die ze vervullen, de functie gewaardeerd en daaraan een bedrag gekoppeld. Wanneer ik zeg bedrag, dat bedoel ik ingepast in een functiegroep. Ja? Dus er is geen rek erin, er is geen verschuiving in die categorie bij FISO. En de mensen die in die verschuiving zaten, bijvoorbeeld ik neem functiecategorie D, toen ambtenaar bestuursbesluit, was daarin was schaal 10, 11, 12. Later is het met twee schalen opgetrokken, 12, 14. Nee, met één schaal opgetrokken, toen was het een. Twee schalen, ja. 12, 13 en 15. Dus dit stukje heeft men dus niet gelijk getrokken voor de mensen, althans voor een deel van de mensen, die actief waren in dienst nog bij het invoeren van FISO, omdat het verhaal heette dat de functies niet konden worden vastgesteld. Waardoor die mensen met een ambtenarenbezoldigingsbesluit bezoldiging verder zijn blijven functioneren. En het erger was dat de mensen die actief waren, konden dan bezig zijn om op enig moment het alsnog in te passen. Want de wet zegt, als zolang je niet bent aangepast erin, moet je bezoldiging krijgen die je dus toen, de bezoldiging dat je dus toen verdiende. Ja? Maar bij de mensen die inmiddels met pensioen waren, die zijn zo gebleven. Die waren met pensioen en die hebben een pensioen gekregen op basis, of die krijgen een pensioen op basis van het besluit waarmee ze zijn uitgetreden. Dus ze hebben die inpassing van FISO niet gehad. En al die mensen nu die met pensioen zijn, zitten in het bestand van pensioenfonds. Dus wanneer pensioenfonds tot uitvoering moet overgaan van deze correctie, dan moet pensioenfonds zorg dragen dat al die mensen gelijk worden getrokken in die FISO-bezoldiging, omdat die verhoging die gegeven is, is gebaseerd op de FISO-bezoldiging. En daarvan, dan pas kan men dus de grondslag bepalen om de mensen in te passen. En wat bleek? Bleek dat bij de bespreking, toen ik dit entameerde en vroeg met betrekking tot de technische uitvoering hoe het zit, dus met andere woorden, wanneer wij zouden kunnen bereiken dat de regering meegaat om zo snel mogelijk tot uitvoering over te gaan van het staatsbesluit, dan is pensioenfonds nog niet zo ver om alle gepensioneerden die nu in het bestand zijn, in één keer in te passen. Althans, de verhoging toe te kennen, in één keer. En wat bleek? Dat wat betreft pensioenfonds zij nu tussen 55% en 60% zitten van de landsdienaren die al ingepast zijn, dus correct ingepast zijn en die dus, gelijk, dus direct zouden kunnen worden uitbetaald. Dat is een behoorlijke verrassing.
Niet een positief in feite, dat is een behoorlijke verrassing. Dus, op grond daarvan hebben wij dus met de bond belangenbehartiging gepensioneerden de zaak doorgenomen en wij hebben dus uitgezocht hoe het verder zal moeten lopen om zo snel mogelijk deze zaak recht te trekken. Dit is het belangrijkste deel van de bespreking wat wij hebben gehad met het bestuur van de bond. Omdat dit een zaak is die, wanneer het zover is, en toen is dit besproken met de bond en technisch heeft men dat begrepen. Dus de bond, het bestuur althans, heeft dus een taak te vervullen in deze naar een achterban toe. Maar na dit te hebben besproken, heb ik dus uiteraard met de directeur van pensioenfonds overleg verder gepleegd. Hoe verder? En dat was vrijdag. En omdat de president vrijdagavond terug is gekeerd, heb ik dus contact opgezocht zaterdag in de ochtenduren. En toen heb ik de president geïnformeerd over de petitieaanbieding, het ontvangst en alles wat daarna is gebeurd. Omdat inmiddels de president had gehoord dat er petitie was ingediend en hij had dus laten vragen hoe het verder zit. Maar voordat hij dat deed was ik al bij hem en ik heb dus de president ook direct kunnen uitleggen dat ik inmiddels een gesprek heb gehad met de bond en dat wij technisch de zaak hebben voorbereid omdat het een wettelijke regeling is. Ik heb de president in detail uitgelegd wat de stand van zaken is. En de president kon zich terugvinden in de wijze hoe ik de zaak heb opgepakt. En ik heb de president, op basis daarvan heeft de president dus aangegeven dat hij bereid is het bestuur van de bond maandag aanstaande om 12 uur te ontvangen. Dus dit heb ik medegedeeld aan de voorzitter en ik zal het bestuur van de bond met de directeur van pensioenfonds ook meenemen en maandag 12 uur aanwezig zijn bij de president om de zaak verder af te handelen. Meneer Van der Zaan, u heeft, laat me dit eerst zo stellen. We hebben het moment gehad waarbij de petitie werd overhandigd. U heeft zich daarna gebogen met de bond en ook de andere deskundigen om dit stuk te bespreken. En eigenlijk is al duidelijk waar de schoen knelt. Nu volgt het moment waarbij het staatshoofd de bond zal ontvangen. Mogen we misschien vooruitlopen en aannemen dat de president een mooi antwoord heeft voor de bond? Dat is een mooie vraag. Maar kijkt u, ik heb ergens gelezen dat ik risico heb genomen met mijn functie om te stellen dat ik zal zorg dragen, ik zal me sterk maken om te zorgen dat dat binnen een maand zal worden uitgevoerd. Ik heb u al eerder gezegd, het is een wettelijke regeling. Maar omdat ik deze president ken en de zaak is bij het kabinet van de president, heb ik contact opgenomen, heb ik al gezegd, met de actoren die in dit specifieke geval van belang zijn. En dat is de minister van Financiën en de directeur pensioenfonds. En ik ken de president. Als men praat over voorkennis, want er is gezegd dat ik voorkennis zou hebben, vandaar dat ik zo'n uitspraak kon doen. Ik had geen enkele voorkennis van niks. Als ik over voorkennis praat, dat ik wel voorkennis van hoe deze president denkt. En op grond daarvan kon ik zeggen dat ik in staat was, als ik de voorbereiding technisch goed heb gedaan. Ik ken deze president. Het moment dat het een rechtvaardige zaak is en je kan hem goed uitleggen wat het is, gaat hij altijd meewerken. Dus ik wil aan u zeggen
dat je een goed gevoel hebt om dat te denken? Het moment waarop de, en ik wil toch even op dat stukje blijven. Maar het punt is, het gaat erom dat uiteraard de president nu geïnformeerd is over consequenties en zo. En het is natuurlijk de president die met de minister van Financiën de zaak moet bezegelen. Dus in dit geval ligt het bij de president als hoogste autoriteit om die beslissing te bezegelen. Ik wil toch even blijven bij het moment van de overhandiging van de petitie. Tenminste, één medium struikelt over het feit dat de president eigenlijk, om het maar even zo te vertalen, niet correct zou hebben gehandeld. Hij, de president, zou een minister moeten hebben afvaardigen om de petitie in ontvangst te nemen. Ja, ik heb het gelezen ook en ik heb het hier. Laat me duidelijk zeggen wat ze hebben gezegd. Men schreef, en dat is redactioneel de waarheid hoor, ik noem het. Miskenning is het ook dat de president zich niet waardig genoeg getoond heeft de mensen te woord te staan en zelfs niet een minister heeft afgevaardigd om dat te doen en de petitie aan te nemen. De mensen moesten genoegen nemen met directeur Eugène van der San. Dus kijk het niveau van het. De mensen moesten genoegen nemen. Nu heb ik u al gezegd, hieruit blijkt dat de persoon die hier schreef geen kennis van zaken heeft over hoe het werkt binnen overheidsadministratie en de werking binnen het openbaar bestuur. Want dan had hij geweten dat als de president afwezig is, technisch kan een minister niet een petitie voor de president komen ontvangen. Technisch gezien zou het de vice-president de petitie kunnen ontvangen namens de president. Want dan is de president afwezig en dan was de vice-president waarnemend president. En in die hoedanigheid kon de vice-president de petitie ontvangen. Ja? In dit geval zou het misschien zo zijn gebeurd wanneer de mensen op tijd hadden doorgegeven dat ze aan de president een petitie wil aanbieden. Want dan had de president kunnen zeggen, dan had ik kunnen aangeven aan de vice-president dat de president afwezig is en wilt u dan de petitie als waarnemend president ontvangen. Dat zou technisch mogelijk zijn. In dit geval wisten we niet, we werden geconfronteerd met de mensen op onze stoep. En bovendien was geen novum wat daar gebeurd is. Omdat het niet de eerste keer is dat de directeur van het kabinet een petitie heeft ontvangen voor de president. Niet namens de president, maar voor de president. Dat is mijn werk. Voor de president mag ik, moet ik petitie ontvangen. En dat is gebeurd. Maar men wil een negatieve stempel op de zaak drukken. En dan wordt aangegeven dat de president zich niet eens waardig voelde om de mensen te ontvangen. Dat is niet waar. Ik ben blij dat de mensen content zijn met hoe het is toegegaan. En dat de mensen nu maandag door de president zelf worden ontvangen. En dan is dat des bestuur en de president. Dus ik wil dit een riool schrijven, laten voor wat het is. Want men is verder gegaan. Men zegt, kennelijk heb ik gezegd dat de zaak binnen een maand in orde zal komen, omdat ik voorkennis droeg. Dus ik hou me niet bezig met die dingen. Dat ik voorkennis droeg. Als ik voorkennis droeg op basis van wat ik heb gezegd, dan is die voorkennis gestoeld op het feit dat ik heb gezegd dat ik de president ken. En ik wist dat als ik het goed heb voorbereid technisch, deze president die rechtvaardigheid gaat inzien en ik kan hem overtuigen, gaat hij het uitvoeren. En daarom heb ik geen enkel risico genomen. Het is geen risico voor mij als onverhopend de president zou afwijzen en zeggen nee, ik doe het niet. Dan had ik me gevolg gegeven dat bij het woord gevoegd wat ik heb gezegd. Is dat geen big thing? Maar moet dat, dus laat dat duidelijk zijn. Het was geen tricky. Geen tricky. Ik was een beetje. Men kent me als korte lont. Ik was inderdaad een beetje geprikkeld toen ik die toestand daar zag. Begrijpt u? En ik dacht, dit moet nog een keertje ophouden. En vandaar heb ik zo'n reactie gegeven dat ik alles eraan ga doen. En ik heb dat ook gedaan. Het bewijs zal binnen een week wel blijken. We hebben dan eigenlijk een mondvol van u gehoord, meneer Van der Zand. Technisch, eigenlijk is het ook iets dat u niet in 1, 5 of 3 minuten kunt uitleggen.
Maar we zijn blij met die uiteenzetting van u. Dus de bond wordt morgen om 12 uur door het staatshoofd ontvangen. Ja. En natuurlijk horen de nodige deskundigen daarbij. Er zijn nog enkele hot issues binnen de samenleving, meneer Van der Sand. Misschien kunnen we gelijk van wal steken met de kwestie rond TWK. De minister van Financiën heeft een brief gestuurd naar de vakbonden, de overheidsvakbonden. Kunt u daarop ingaan? Ja, ik kan wel. Kijkt u, ik heb die brief ook gezien tijdens de bespreking met de bond. En de bond heeft ook, althans het bestuur van de bond, want ik zeg bond, dat bedoel ik het bestuur. Het bestuur heeft ook een afschrift gekregen. En het is terecht, het is in ieder geval goed wat de minister van Financiën heeft gedaan, omdat het eenmaal zo is binnen de overheidsfinanciën, dat je nooit alle zaken gelijk kan uitvoeren. En binnen geen enkele overheid gebeurt dat ook. Niet in Suriname, maar ook buiten Suriname niet. Er worden altijd prioriteiten gesteld. Al is de overheid in staat om alles in één keer uit te voeren wanneer het betreft zijn landsdienaren, zijn werkers. Ja? Dan nog doet de overheid het nooit. Er wordt altijd prioriteit gesteld en zaken worden in fase. U kunt het natrekken. Ook nationaal, maar niet, ik zeg nationaal, we praten over Suriname. Maar ook internationaal gebeurt dat zo. En wanneer we praten over een betaling van een Turk TWK, dus dat betekent dat de mensen die een TWK moeten ontvangen, in ieder geval primair al hebben ontvangen. Wat ze moeten doen, krijgen ze TWK. Ik praat met de bond, belangenbehartigde gepensioneerden, met mensen die nog niks hebben ontvangen. Dus wat mij betreft is de prioriteit die de overheid zou moeten stellen bij die mensen. Die mensen hebben nog niks ontvangen. En dat past precies met de benadering van de minister van Financiën en dat schrijven waarop wordt gewezen dat in het kader van overheidsfinanciën de minister bezig is de middelen te vergaren om tot uitbetaling van die TWK over te gaan. En dat is binnen een rechtsstaat, binnen een overheidsadministratie, een doodnormale zaak. Want het is toch niet mogelijk en het zou toch ook niet verstandig zijn onder deze omstandigheden in Suriname nu een TWK te gaan betalen van zo'n bedrag aan mensen die net een verhoging hebben gehad. Ze hebben een verhoging gehad. Dus ik zei niet dat ze geen recht hebben op die TWK. Maar het is niet zo dat men met een mes op de keel moet gaan zitten dat we onze TWK nu moeten hebben in december of met wat voor argument dan ook. Omdat de overheid op een ordentelijke manier zorg moet dragen dat de middelen ter beschikking worden gesteld om dat uit te betalen. Maar als ik voor de overheid zou moeten beslissen, zou ik zeggen, ik zou me niet alleen voorlopig concentreren op de mensen die nog niks hebben gehad. Laat die mensen dan ook iets krijgen, dan komen ze ook in die groep waarvan wanneer die TWK zal worden betaald, dat ze dan hun TWK krijgen. Een technisch probleem ook is wat er speelt. Door 1, 2, 3 uit die FISO te stappen, creëert men problemen bij de uitvoering van deze zaken. Want onderwijs is ongeveer 18 maanden terug of eerder, vorig jaar april geloof ik, uit FISO gestapt. En nu heb ik u al uitgelegd, ambtenarenbezoldigingsbesluit, FISO-bezoldigingsbesluit is hier. FISO-bezoldigingsreeks is hier. En die zijn ook niet meer hierin. Dus voor de pensioenfonds is het weer een toestand om uit te gaan zoeken waarin deze mensen nu moeten worden ingepast. Dat is bekend waar ze worden ingepast. Maar dan moet men administratief dat in orde maken bij pensioenfonds om een pensioengrondslag te kunnen opbouwen om dat te kunnen uitkeren.
Want de onderwijsgevende vanaf vorig jaar april krijgen een bezoldiging gebaseerd op hun diplomabezit. Hoewel dat eerder was het al zo, maar daar was ook een toevoeging bij, diplomabezit en schooltype. Nu hebben ze schooltype eruit gehaald en ze hebben alleen diplomabezit gehandhaafd en ze krijgen nu een bezoldiging op basis van diplomabezit. En ze hebben nu een andere verdeling, groep 1, 2, 3, 4 geloof ik. En dat alles moet pensioenfonds gaan uit administratief gaan, in orde gaan maken. Maar buiten houdt men geen rekening daarmee wanneer men eisen stelt. Om te zeggen, we willen dit, we willen dat, we willen dat. Die zaken moeten uitgewerkt worden. Dus eigenlijk is het... Dus die brief van de minister is een zeer correcte brief binnen bekeken met de bril van een functionaris die weet hoe de overheidsadministratie werkt. De brief van de minister van Financiën is dus, spreekt voor zich. We zouden eigenlijk allemaal rekening moeten houden met het verzoek van de bewindsman. In grote lijnen houdt het dus ook in, meneer Van der Zand, dat je de staat de ruimte geeft om die middelen te verzamelen. En het uitbetalen zo soepel mogelijk te maken, zodat de economie eigenlijk niet in gevaar komt. Dat is hem in grote lijnen. Ja, dat is beleid. En een andere zaak die ook speelt, dat is dat van de ministers. Die hebben of zijn niet meegegaan in die verhogingen. Heeft u een update op dat stuk? Ja, ik heb een update. Nou, het past in dit kader, dus dan kunnen we, ik wil wel antwoord op je vraag geven, omdat het past in dit kader. Kijk, de ministers, laat me zelf zeggen, de politieke ambtsdragers, althans wat betreft de regering, een politiek besluit genomen om niet mee te gaan met die verhoging die is uitbetaald geworden. Ja? En hoe komt dat? Omdat dat ook in een wettelijke regeling was geregeld. Dat was een automatisch ding. En nu hebben wij dus op basis van de beslissing van de president, wij als uitvoerders hebben daarvoor gezorgd dat de beslissing van de president die de facto is genomen om het niet te ontvangen, de jure moest worden rechtgetrokken middels een wet. En wij hebben dat gedaan en die wet is ingediend ergens 20 september of zo, 24, bij de Nationale Assemblée. En de bedoeling was dat die wet in dezelfde maand nog goedgekeurd zou worden, zodat wij geen tactische, technische problemen zouden hebben. Nu zijn we 2-3 maanden verder. Dus formeel zou dus de uitbetaling moeten plaatsvinden van de belanghebbenden. Ja? Omdat die wet nog steeds niet in kracht van gewijzigd is gegaan, om het zo te zeggen. Dus die wet die dat de jure zou moeten rechttrekken, is niet gebeurd. Maar dat alles heeft zich afgespeeld bij de Nationale Assemblée. Dus wat de policy is, weet ik niet. Maar technisch wat er nu aan de hand is, maken die mensen aanspraak op hun geld. Dat is technisch wat er aan de hand is. Want die wet, technisch is moeilijk om dit over dit ding, want technisch kan men een standpunt innemen dat die wet niet met terugwerkende kracht kan ingaan. Maar het is de wetgever die bepaalt, in dit concreet geval zou het wel kunnen, maar als de wetgever, althans bij de goedkeuring, een standpunt inneemt dat het niet met terugwerkende kracht kan gaan, dan zal die mensen toch moeten betalen totdat die wet van kracht wordt. Begrijpt u? Dus nu al is men laat ermee om het uit te voeren, om te blokkeren de bezoldiging van de mensen die u gevraagd heeft wat de stand van zaken is. Dus het is een technisch administratief rechtelijk, staatsrechtelijke problematiek. Want men kan zeggen, het is een nadelige wet, dus het kan niet terugwerken. Maar in dit concreet geval is de facto de zaak al gecoverd, dus je zou het terug kunnen laten werken. Maar dat is de wetgever
die dat moet willen en dat moet bepalen. Nou, meneer Van der Sand, het was een genoegen u in ons interview te hebben. Zeker als het gaat om uw uitleg over dat van de pensioenen. Het is geen eenvoudig vraagstuk zoals u dat heeft verteld aan ons. Maar goed, er is licht in de tunnel en we hopen dat morgen, maandag, om 12 uur, wanneer de president de bond ontvangt, dat de president een blijde boodschap heeft voor deze groep. Ik verwacht het ook, maar voor alle correcties, laten we zeggen het bestuur van de bond. Anders kan ze met 4000 mensen daar op de president komen. Met het bestuur van de bond. Ja, dank u wel. Ja, dank je.